Goedenavond, dames en heren. Op het klinkt zeggen ze wel eens hoi. En tegen de andere mensen die zeggen hoe wij jur en smakkoor tegenkomen. Voor we erom beginnen vanavond toch nog enkele huishoudelijke mededelingen. We zouden willen vragen om de gsm's af te zetten. Iedereen heeft tegenwoordig zo'n belijzer, maar zet dat nou eens af. We hebben afgesproken, de spelregels zijn, iemand die zijn gsm laat afgaan, die betaalde rondje voor iedereen hier. Het is maar 450 man, dus zo duur is dat ook niet. Ik weet niet waar gaan we zo'n bladje gaat uit. Aan de achterkant moet je eens kijken, er staat erop A, B, C, D. Dat hadden ze niet nodig hebben, dus dat niet te ver uit de weg, dat we straks gebruiken. En in iedereen zijn blauw kortje om binnen te komen, er staat een nummer op, dan doen we dat ook niet te ver weg. Er is nog een loterij of een tombola overwonnen. En dat ik daarnet zeg, we zijn met 450. Ik denk, voor de kling is dat een unicum dat die 450 mensen in Malpertus zijn geraakt. Je weet dat de opbrengst vanavond voor een goed doel of voor meerdere goede doelen zal zijn. Dus iedereen die hier optreedt, zijn eigen beste beentje voorzet voor de tap, voor rond te brengen, voor eender wat, is hier allemaal pro deo. En er is veel geoefend, dat weet ik. Vorig jaar hebben de meeste mensen volgens mij zich zeer goed geamuseerd. Getuige de opkomst van dit jaar. Ik hoop dat van het jaar even leuk gaat zijn, liggen hulden. Mensen die achter hebben het beste gedaan en gaan er het beste van maken. Veel volk, er zitten ze allemaal in een kort grot. Die wat voeten in derde had, hè. Allemaal een korte grot. Het was die en taal in de wachtlijst enzovoort. En ik stond daar wel van vuur op dat programma, gepresenteerd door Ronnie van Goedem. Maar dan worden we van de maand aan het oefenen. En je weet van nood, je ziet er niet meer aan staan, Cyril Peters. En doe van die jaar niet mee. Ja, hij mocht niet meedoen, want Cyril is aan een politieke carrière begonnen. Dus we hebben gezegd, geen politiek is op de planken van nood. Dan kunnen we niet aan beginnen. Want weet wat, was hier besloten, die man namelijk uit. Dan laten we hem naam doen. Dus van de maand, generale repetitie. Wat best, ja. Ik was mijn best aan toen. Dus Cyril stapt naar voren en zei, niet goed. Dus je moet dus niet benauwd zijn. Dan gaat de rest van nood op mij wezen ook moeten kijken. Cyril, de grote boos van de bom, nou, het heeft maar van mij aan iets ingegrepen. Cyril die kreeg zijn ster. En die had dus hier een wist nul van de maart nog tegen de middag eigenlijk. Hier van het kalf. Ja, hier van het kalf. Marken en schijnen goed kan uitleggen voor Cyril. Dus die gaat dus een beetje zien. Ik zag hem met hem neer moeten leggen. Ik heb voor het jou mijn best gedaan, gezien. Dat is niet altijd, gewoon niet altijd beluurd door hetgeen dat je gedaan hebt. Maar goed, Cyril is een machtige mens op de kling. Daar ben je nog gelustig. Ik word afgevoerd, dus ze biedt, gaat dat wel zien. Ik heb dat manneke er al een keer zien staan door, achter de gordijn. Hij was nog niet klaar zitten voor het eerste nummerken. Dus ik wilde juist naar de wc gaan, want het zat nep. Dus ik moest naar de wc. En hij zei, kun jij dat eerste nummerken doen, ik moet mijn oren afkomen. Dus ja, goed. Het zal ze bieden wel een probe zijn, dat gaat zien. En voor mij een vier wabbedeken. Ik ken dat wat een wabbedeken is, want van nood, als je het niet moest kennen wat een wabbedeken is, van nood is die allemaal op zijn klinks. Ik ben ook mijn best om klinks te praten. Want ik weet niet, zit er nou eigenlijk wel volk van de klinks eigenlijk in de zon? Wacht, gewoon een testje, wacht. Hey, de vrouwmensen apart en dan de mannenmensen. Dus de vrouwmensen, een testje, zeg maar eens achternoor. Uw gebeuren, dus 1, 2, 3. Ja, wat gebeurt er? Volgens mij zit er hier een axel tussen. Hè? Ik weet wel, jullie hebben jullie watertoren, jullie hebben banen en jullie hebben ook zweefvliegtuigjes. Maar, en je kunt zweefvlieg dan thuis, hou jullie smoelen. De mannenmengst. Zijn die druk van nood, mannenmensen? Ja, geen jeugd buren. Mannenmensen, ik 1, 2, 3, dat zijn roerkuur. 1, 2, 3. Roerkuur. Weet je wat dat, volgens mij zitten er een paar tunnelstekers gelopen. Kunnen we er niet zwaaien, hè? Hé, kunnen we er niet zwaaien? Oude pakkers, man.
500 dollar van kaas, maar 5 slaan ik van heine. Dat is wel hetzelfde, maar dat is niet goed dat je naar de eigen tol spreken, of ze stond nog niet ook van huis. Van de week is verkiezingen, hè, woensdag. Ik weet niet waar de politiek is in de zaal zit, ik heb er nog geen gezien. Maar ik heb van jouw kerk op de deur gezegd, dus juist, alle, je kunt dus geen drambonnetjes niet meer kopen. Hè. Die politieken zijn binnen zijn ze allemaal opgekocht. Dus je moet geen zorgen eigenlijk, ook geen deur staan, als er een beetje aan drinkt. Maar dat is kennelijk eens te winnen. Er zijn er 4500, dus 10 per man, dus je kunt er eens wel nog aan. Onder die heb ik al gezien aan het Jan Dekkers, maar die hebben de portemonnee volgens mij bij. Ik ben ook een tijdje geleden, ik weet niet waar ik al naartoe geweest, naar dat politiek debat geweest. Op de klink. Vier spellen. Georganiseerd door de Dorpsraad. We waren ze erin gescharterd om dat spel er wat te leiden. Dat was een zeker de Nice uit Ulst. Dat was een onderwijzer, precies zo op de klink zit er geen meesters. He? Moest uit Ulst komen. Trok op niets, maar wat er wel van aan taal en dat was er een VVD erbij. Ze zijn normaal kwijt, maar die hadden dus ook de gazette gelezen de laatste tijd. Dus die hadden iets gelezen van op de Nissen aan zee. Dat zag daar wel zitten, daar zien de meesten zitten, want ze zijn allemaal hetzelfde op hun brug, moeten maar even gaan kijken. Maar die wilden ook al gelijk over klingen aan zee. Ze hebben wel eens gehoord naar van Sieraad zeker, dus die dacht Sieraad. Die klinkt alleen aan de zee, dus ik zag het al gebeuren. Hè. Volgens mij was het de VVD uit de buurt van Kleuster, ik zeg, ik zie het al. Die man had dan al een paar roestige buurten liggen aan dat spel, dat ik hoorde, die tunnel er komt te liggen. Ik zag het al voor mij, er gewoon een buurtje, een roestige, die ver van Kleuster. Tje gaat binnen, het zesde voet, wordt er een kanon getrokken richting verkorting, de wielkjes, en dan, die buurt die zal hem moeten draaien hier of door, en dan zal dat gebeuren aan talent van een John. Dan is dat met de toer een soort Vlaanderen buurt, maar dan op zijn klinken. Zeg het er zin in, het schijnt dat je, als die klaar is, kun je de plotske boeken. Ik kon ermee stoppen, ik kon het eerste nummer aankondigen. Ik kon hem misschien wel niet meer zien, maar tot daartoe. Dat is Ardo Willaert en Martijn Willaert. Die mannen die gaan volgens mij ook over de politiek praten. En die gaan het hebben over de Lotto Miljonairs Show. Dus ik geef het woord aan Robert en Brink. Dat ik mij niet meer moest zien, mag het niet de bank van nodig.